Welkom bij weer een nieuwe vlog van Jumbo Panningen. Vandaag staan we niet in de Jumbo, maar met mij in de tuin. Het is namelijk alweer 2 jaar geleden dat ik jullie heb laten zien hoe je plantjes kan laten groeien uit de eigen gekochte groenten en fruit. Daarom laat ik even een update zien hoe het met de plantjes staat die ik toen heb laten groeien. Van de citroen is eigenlijk alleen nog maar dit plantje over. Het is niet heel erg veel, hij heeft ook erg veel ziektes gehad. Maar hij is er nog, dus. En van de kiwi hadden we best wel veel plantjes zoals je ziet. Maar daar is er nou alleen nog maar deze van over. Het is niet heel erg veel zoals je ziet. Het is eigenlijk heel erg weinig zelfs. Hij heeft al zijn bladeren verloren, maar hier is hij ondertussen weer knoppen aan het maken zoals je ziet. Dus hopelijk komt hij er ook weer bovenop. En de granaatappels, zoals je ziet, doen het eigenlijk best wel goed. Ze hebben allemaal wel weinig blad, maar dat komt omdat ik ze net heb gesnoeid. Maar ze leven nog allemaal en staan er goed bij. De aardbeienplanten die zijn me helaas allemaal dood gegaan. Ze hebben me wel nog een mooie aantal vruchten gegeven. Maar blijkbaar heb ik toch niet zo'n groene vingers als dat ik zelf dacht. Maar het scheelt, met aardbeien is het heel makkelijk weer om ze opnieuw te planten. Dus dat heb ik me ook gewoon gedaan. En dan nu de passievrucht. Eerder zag hij er zo uit. Maar ondertussen is deze al gegroeid tot dit. Ik heb hem wel ondertussen wel een aantal keer moeten snoeien, want anders past hij niet meer op mijn vensterbank. Maar hij doet prima en hij groeit heel erg goed. En de grote struik die ik jullie ook heb laten zien, nou die ziet er inmiddels zo goed uit. Flink gegroeid weer. Hij hangt ook helemaal vol met knoppen, dus met een beetje geluk heb ik ook dit jaar weer een volle passievruchten. En op de vlog van toen heb ik jullie ook deze plantjes laten zien. Die waren gegroeid uit de Pitahaya pitjes. Nou, wat daarmee is gebeurd? Is ook niet meer normaal. Groeit gewoon helemaal de bak uit, maar het is wel een leuke plant. Hij groeit super hard en ik vind hem eigenlijk best mooi. Joh. Mooie cactus. Vorig jaar heb ik trouwens ook een aantal Pitahaya pitjes in een kleinere pot geplant. En dat geeft dit leuke effect. Een hele leuke plant voor op tafel. Na die 2 jaar is toch wel duidelijk geworden dat niet elke groente of fruit geschikt is om daar zelf plantjes van te kweken. Maar ik heb hier nog een aantal voorbeelden. Dat is een lychee, een papaya, cherimoya, tamarinde. Allemaal groente of fruit die je in de supermarkt zou hebben kunnen kopen. Nou, dit was het weer voor vandaag. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlog.